Astrid Roemer is de eerste auteur uit Suriname die in oktober aanstaande de prijs der Nederlandse Letteren 2021 ontvangt. Deze prijs is de meest prestigieuze literaire prijs in het Nederlandse taalgebied en onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken. Roemer krijgt volgens het oordeel van de jury de prijs omdat ze met haar romans, toneelteksten en gedichten een unieke positie bekleedt in het Nederlandstalige literatuurlandschap. Haar werk is onconventioneel, poëtisch en doorleefd, gaat de jury verder. En ze slaagt er steeds in om thema's uit de recente grote geschiedenis zoals corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en decolonisatie te verbinden met de kleine geschiedenis, het verhaal op mensenmaat. De prijs der Nederlandse Letteren wordt eens in de 3 jaar uitgereikt en gaat gepaard met een bedrag van €40.000. De prijs wordt toegekend door het Comité van Ministers van de Taalunie. Astrid Roemer, die in Paramaribo is geboren, debuteerde in 1970 onder de pseudoniem Zamani met de dichtbundel Sassa. Mijn actuele zijn. Eerder ontving Roemer in 2016 de PC-hoofdprijs voor haar gehele oeuvre.